Terug naar begin november. Heuveland Vandaag krijgt een notitie in handen van adviseur Marcel Bouwman. De gemeente heeft die adviseur aangesteld om het vergadermodel van de gemeente op de schop te gooien. Bouwman krijgt met veel tegenwerking te maken, zowel van de gemeenteraad als het college. Aan het eind van zijn adviestraject schrijft hij een notitie. Er heerst volgens hem binnen de gemeente een verziekte organisatiecultuur. Er is een combinatie van manipulatie, wantrouwen en disrespect en dat leidt tot een onveilige werkomgeving. De notitie slaat bij de gemeente in als een bom. De hele gemeenteraad, de ambtelijke top en het college nemen afstand van de notitie en zeggen zich er niet in te herkennen. Volgens wethouder Bongarts herkent ook het personeel het beeld niet. In zijn algemeenheid werden die beelden niet herkend. Men voelt zich ook in zijn algemeenheid niet onveilig. Maar laat ik één ding duidelijk zeggen als wethouder personeelszaken. Als één man zich onveilig voelt, dan moeten we daar het gesprek over aangaan. Want dat kunnen we niet accepteren. Wil dat dan zeggen dat het beeld dat in de notitie staat niet klopt? Die notitie, daar heb ik natuurlijk kennis van genomen. En ik durf te zeggen dat dat beeld niet klopt. In ieder geval ook niet breed gedragen worden in de organisatie. Het is niet voor niets dat en de raad en de werkgeverscommissie en het college en het MT daar vooraf al afstand van genomen hadden. Nu lijkt er toch een kentering. Bij sommige medewerkers heeft de notitie wel eens nageraakt, laat de gemeente weten. Hoewel college en managementteam nog lang niet iedereen gesproken hebben, is wel duidelijk dat de medewerkers grote verschillen ervaren in de persoonlijke beleving. Zo geven sommige medewerkers aan zich totaal niet te herkennen in de beweringen uit de notitie en zich daardoor niet persoonlijk aangesproken te voelen. Anderen geven aan zich wel degelijk geraakt te voelen. Dit vormt voor college en managementteam de aanleiding om de komende weken verder in gesprek te gaan met de medewerkers in de organisatie. Het college en de werkgeverscommissie willen de signalen serieus nemen. Zowel het college als de werkgeverscommissie kan zich voorstellen dat er binnen de hele organisatie gemeente Meerssen verschillende belevingen zijn na het lezen van de notitie. Reden om die gevoelens serieus te nemen en hier gezamenlijk nader onderzoek naar te laten doen. Op korte termijn hopen college en werkgeverscommissie een extern deskundige te kunnen benoemen die hiermee aan de slag gaat.